alle mooie slogans over human rights, dat wij allemaal gelijk zijn. Want hoe durft iemand tegen een Palestijn te zeggen dat wij allemaal gelijk zijn, terwijl wij dagelijks worden gebombardeerd, dagelijks op de gruwelijkste manieren worden vermoord? أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. We zijn vanavond bij een benefietavond voor Palestina in Roodkapje. En we hebben hier kunst wat je kan kopen voor Palestina. Je kan je nagels laten doen, je kan je haar laten knippen. Je kan ook henna laten doen en je kan heerlijk eten halen. Ook Palestijns eten. En eigenlijk worden alle opbrengsten naar Palestina. Die gaan naar Palestina. Nou, natuurlijk als Palestijn, ik kan van iedereen spreken wat heel moeilijk is voor mij. Als Palestijn zoek je gewoon continu als erkenning van bestaan. Onze erkenning van bestaan is al 75 jaar weg. En daarom zijn we ook hier, om het cultuur te delen aan elkaar. Ik heb gelukkig geen familie daar. In de Nakba in 1948 is mijn hele familie gevlucht naar Syrië. En daaruit ben ik gewoon naar Nederland. Maar ja, natuurlijk, heel Palestijn is mijn familie. Elk individu is mijn familie. Als ik hier met andere Palestijnen praat, we kennen elkaar via wel. Het is gewoon iedereen in Palestijn mijn familie. Vanavond staan we stil bij de aanhoudende genocide in Palestina. En bij alle gevallen slachtoffers proberen we geld op te halen voor hen. Het is heel erg belangrijk dat we aandacht vragen voor wat er momenteel gebeurt en hoe het ervoor staat met de Palestijnse bevolking daar, maar natuurlijk ook de Palestijnse diaspora. En al sinds dat ik jong ben, ken ik Palestijnse mensen in Rotterdam. En het is gewoon heel erg belangrijk dat we nu gewoon echt onze poot met z'n allen als Rotterdammers samen stijf gaan houden. Ja. Ik ben hier vandaag omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat mensen, ook niet-Palestijnse mensen, zien opkomen sowieso voor Palestina. Ja, ik voel me wel echt verrijkt hierdoor. Ik doe eraan mee. In plaats van alleen maar te posten op social media, ook echt iets te bereiken en iets uit te voeren. Ik hoop een stukje rust onder de mensen die aan het strijden zijn al voor de Palestijnse bevolking. Ik denk dat het heel fijn is om kameraadschap onder elkaar te vinden op deze manier. Wat ik hoop dat deze avond opbrengt is dat er meer awareness wordt gecreëerd voor Palestina. Dat we Palestina niet vergeten. En dat er ook opbrengsten gaan naar humanitaire hulp voor Palestina. Dat er heel snel een einde komt aan het zooitje daar, want dat gaat natuurlijk nergens over en dat moet gewoon zo snel mogelijk stoppen.